Yes, en welkom bij Team Jones 7-0, de DAP Clubmate 1! Ha! Nou, oké, goed. De versterker moet er dus kapot. Ik heb al een aantal dingen doorgekeken, doorgemeten. Ik heb hier een power transistor. Nou, gaan we het niet over hebben. 12 inch subwoofer. Ik heb hem aangesloten naar de Spicon, zodat hij op mijn TSA 2200 kan. Dit, dames en heren, is de woofer. Hallo. Dit is de woofer van de Clubmate. Let op. En dit is het. Zo stijf. En te weinig excursie. Oh, wat een donkere spijder eigenlijk. Ja, dus. Ik heb hem vervangen voor de X12 driver. Hij heeft een iets kleinere dust cap. Maar deze heeft zoveel meer travel. Zoveel meer beweging kan hij maken. Allebei 350 watt echt mes. Ik heb hem goed ingesteld op de DBX processor. Ongeveer vanaf 45 hertz gaat hij het doen. Topje erbovenop X12. Dus het is eigenlijk in principe dezelfde woofer. Dus laten we even kijken wat we eruit kunnen halen, dames en heren. Jawel. Ik zag jou hoe het is. Jij was mijn diepe chick. Ik was jouw vieze ring. Jij was mijn baby. Heb mijn geschiedenis. Ik ben geen goed. Ja, hoe het is. Jij was mijn diepe chick. Ik was jouw vieze ring. Jij was mijn baby. Heb mijn geschiedenis. Ik ben geen goede. Love me. Zeer, zeer nice. Nou, ik ben best wel blij met het resultaat. Alleen wil ik het subje weer gaan verkopen. En wil ik eigenlijk 2 15 inch subjes hebben van Thomann. De Agat. De Achat 115. Dat is eigenlijk een, een basreflex kast. 500 watt RMS per stuk. Dacht ik uit mijn hoofd. Dus ja, wil je nou eigenlijk een Clubmate subje kopen? Wel met de originele drijver, dames en heren. Wel met de originele drijver. Want die X12 drijver, die ga ik natuurlijk uiteraard houden. Maar mocht je nou een subje passief willen voor een laag prijsje. Ik zou zeggen, zet even comment beneden in de video. Je weet zelf, Gino. Dus dames en heren, ik check jullie weer later.